Hallo jongens, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben nu in het Orgelpark in Amsterdam, waar ik nog nooit ben geweest of niet wist dat het bestond. Het is namelijk, het ligt aan het Vondelpark, tussen de Overtoom en het Vondelpark in een oude kerk. En we zijn hier vandaag omdat we net een stuk hebben gezien. Ze hebben namelijk een stuk van Messiaen, orgelcomponist. Nee, niet herschreven. Er zijn visuals bij gemaakt. En die worden dan meegeprojecteerd met de muziek op het orgel. Maar het was heel bijzonder. Ze komen op in december weer. Is het concert hier echt? Dit is de preview. Ik zal even wat beelden in editen. En dan kunnen jullie ook een sneak preview kijken. En als je dan zelf denkt, wow, dat vind ik tof. Dan kan je op... Nou, dat zet ik even in de tekstje erbij. Welk december je hier dus gewoon langs kan komen. En ze doen hier dus überhaupt vaker. 3 concerten per week. Dit is een oude kerk. Dit orgelpark is eigenlijk opgezet 12 jaar geleden. Omdat er iemand was die flink veel geld besteedde aan het restaureren van oude orgels. En zei, wie speelt er nou eigenlijk op die orgels? Nou, eigenlijk steeds minder mensen. Omdat er steeds minder mensen naar de kerk gaan. En naast de kerkelijke orgelspel is er ook een enorme cultuur bij het orgel die helemaal niks met de kerk te maken heeft, maar gewoon concertcultuur. Nou, dat is de cultuur die we hier propageren. We hebben van alles binnen, van jazz tot hip-hop tot film en ook hardcore hedendaagse muziek. We hebben hier, dat zul je straks zien, een heel aantal instrumenten waar de meest bijzondere dingen op kunnen. Nou, dus natuurlijk in de afgelopen eeuwen, vanaf de 15e eeuw is er al voor orgel geschreven. We hebben hier ook kopieën staan van een 15e eeuwse instrument, maar ook een gloednieuw hyperorgan geheten, waar de mogelijkheden van het orgel zo uitgebreid zijn dat de elektronische muzikanten hun vingers erbij aflikken, omdat het echt een soort synthesizer nu wordt, die ook wel akoestisch is, met echte lucht. Handmatig gedaan worden. Tegenwoordig kan het bij orgels ook computer gestuurd, zeg maar, dat je het van tevoren uitzoekt en dan de instellingen opslaat. Maar dit is dus nog echt zoals het 500 jaar lang ging. Dus ik heb straks 2 mensen bij me. Dan speel ik de noten en die trekken dan weer en dan ga ik weer verder. Soms schrijven de componisten dat voor, als je de kleur van de klank moet veranderen, maar soms ga je het ook zelf, uitzoeken. Maar hoe werd dat dan vroeger opgeslagen? Ja, er werd niet opgeslagen, ze werd erbij gezet. Ja. Net zoals ik nu doe. Ja? Ik zet bijvoorbeeld plus 11 en dan komt iemand die denkt van, oh, waar is nummer 11? Die is daar. Nou, die moet ik er dan... Dus die zit eigenlijk dus de hele tijd mee te lezen. Ja, die moet de noten lezen en een blaadje om te slaan. Ja. Dus het is ook bijna niet te doen om dat allemaal in je eentje te doen. Kijk, en hier zijn allemaal hulpmiddelen. Als je dat tegenwoordig zou bouwen, dan zou je dat inderdaad allemaal automatisch laten doen. En hier gaat het allemaal nog mechanisch. Kijk, als dit bijvoorbeeld in de kast. Dan zie je hier. Oh, dit is makkelijker. Kijk, dan gaat gewoon de kast dicht. Het is heel bazaal eigenlijk. Maar als je hoort wat er gebeurt, dan denk je van. Het effect op het geluid. Kijk maar, luister maar. Kijk, als ik dit doe. Dan als organist zit je een beetje te spelen met die zwelkasten.
tegenwoordig draai je natuurlijk het volume een beetje zacht. Ja. Ja. Maar het aardige van een orgel is dat, omdat het mechanisch is, dat je alles ook na kunt. Hoe zeg je? Je kunt het helemaal volgen. Je drukt een toets in. Er gaat hier onderdoor lopen allemaal tuimelaartjes en dingetjes. En het gaat net zo lang door tot er daar ergens een ventieltje wat opengetrokken wordt, waar de lucht doorheen gaat. Even talk, jongens. Even nog. Ja, ik heb net waar gezegd. Is de tune? Nee, ja, die heb ik nog niet gemaakt. Daar heb ik geen tijd voor. Hallo. Danielle. Nee, we hebben het licht eindelijk aan. Even kijken. Hier. Wacht, wat moet ik goed vertellen? Dit is het orgel wat origineel in het gebouw zit. Dit was een. Het zag eruit als een 17e eeuw. Ja. Maar. Klonk. Is helemaal nieuw. Is helemaal nieuw, ja. Deze hierboven. Was. Heb je al wacht, waar ben jij? Daar. Hier. Deze kwam uit de. Heb ik nou. Wel. 5, 6. Deze was het ouder dan de rest volgens mij. En dan. Oh ja, en daaronder het draaiorgel. En hier op deze. hebben we net dromen als Messias gezien. Messiaan. Een visueel. Muziekspektakel, is dat een beetje een, dat is een goed woord. Maar goed, dus er werden dingen geprojecteerd die waren afgesteld op de klanken van de muziek. Klanken. En het bijzondere aan het is, dus dat ze het programmeren, maar dat omdat elk orgel anders klinkt, zijn elke keer de visuals anders. Dit is de beamer. Ja, dus hier zit zeg maar, hier zit de meneer zo meteen. Daar draait het helemaal om. Ja. Nee, die laptop die stuurt alleen dit aan en die ton daar, die is echt de computer. Maar goed, jullie hebben net de preview gezien in mijn vlog. En ze gingen nog naar Zutphen, Goes, Dordrecht, Arnhem. Amsterdam. Ja, dus daar zijn we nu. In december. Dit was de preview en ze komen weer naar Amsterdam. En ze doen hier dus überhaupt 3 concerten per week. Dat vind ik echt best wel veel. En ik wist, het zat dus tussen het Vondelpark en het Overtoom. Dit is echt een soort. Gewoon midden in de stad. Ja. Dat was. Wij doen nog even een dansje. Op de synthesizer van de orgelmuziek.